vandaag ook weer een zeer opwindende wedstrijd mee beleefd tussen DVS 33 en HHC. HHC voorwaar, Kai, een ploeg om rekening mee te houden. Ja, absoluut. We hebben van tevoren gezegd dat hoe we spelen, wat voor ploegen hebben. Daar hebben we van tevoren ons op ingesteld. En ik denk dat we gewoon zo goed mogelijk voor de dag zijn gekomen. En gewoon er alles aan hebben gedaan om HHC zo lastig mogelijk te maken. Ja. Het was natuurlijk wel een heel opwindend begin. En een heerlijke 1-0 voorsprong. Maar wat gebeurde er daarna dan organisatorisch? Zag het er niet lekker uit, Mike? Ik denk dat we nog niet helemaal goed stonden. Want we hadden net die penalty gehad, volgens mij. En volgens mij was er een communicatiefout achterin. En ik weet niet, ik zag niet precies hoe het ging, maar... Volgens mij iets met overgeven, maar dat is zonde dat je gelijk weer op 1-1 komt als je net in de eerste minuut penalty maakt. Ja, en daarin blijkt het HHC toch een dodelijk gevaarlijke ploeg te zijn, want binnen de kortste keren hebben ze dan weer gewoon de 2-1 op het bord staan. Ja, voorin zijn ze heel sterk, sterke spitsen, groot, lang. En dat zag je ook wel, ze wonnen veel duels en daardoor maakten ze ook die goals eigenlijk, doorkoppen en doorlopen. Ja, goed. Ja, Oké, en nu, tweede helft, prachtig begin. Jij kwam opeens vrij voor het doel. En ik dacht even dat je een beetje schrok en dat je daardoor iets te lang wachtte. Want je had nog iets langer door kunnen lopen in het strafschopgebied. Kai, klopt dat? Ja, het was zo eigenlijk, naar mijn gevoel stond ik in buitenspelpositie. En toen die bal in me kwam, ik ga er gewoon voor. En toen hoorde ik wel dat Mike achter mij liep. En op dat moment, toen zei hij nog van ja, laat gaan. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik neem hem mee en ik probeer het gewoon. Uiteindelijk, jammer dat hij dan, dat de keeper hem pakt. Maar goed, daarna hebben we toch nogal de druk erop gehouden. En proberen om toch nog wat kansen te keren. En ik denk dat dat ook is gelukt. Ja, het was een heerlijk begin van die tweede helft. En die werd dan toch teniet gedaan, direct daarna. In plaats van dat wij op 2-2 komen. Komen zij op 3-1. Beetje een ongelukkige penalty, of niet? Ja, die middenvelder draait goed weg en ik kon niet zien wat er precies gebeurde met Edmund. Maar goed, de scheidsrechter legde hem op de stip en Paul die pakt hem nog bijna. En dan houdt hij ons anders nog in de wedstrijd. En dan toch is die 3-1 zegt toch wel iets over de wedstrijd. En maar wat jullie daarna konden opbrengen, hè, met 3-2 terugkomen in eerste instantie natuurlijk uit een corner. Was die van jou of van Kai? Die was van mij, die corner. Die kopte. Nee, was vrije trap volgens mij. Wat? Die vrije trap, bedoel je? Ja, het was een vrije trap. Ja, vrije trap. En het was eigenlijk iets te laag, maar Johan kwam bij de eerste paal en die kopte nog goed in. Dus, Kom je op 2-3 en daarna legden jullie zoveel energie in die wedstrijd. En werd het echt nog een enorme mooie pot om mee te maken. Ja, zeker. We lieten niet zomaar. Of we lieten wel zien dat we nog voor die 3-3 gingen, of zelfs nog meer, maar. Ja, het zat er helaas niet in. We hebben wel hard gewerkt met z'n allen en dat is, Vreselijk jammer van die vrije trap van jou op de lat. Ja, zo ja. En Ali Akla, was dat, in mijn ogen, was dat gewoon een penalty, Kai, of niet? Ja, kijk, supporters gaan erachter staan. De ene keer geeft hij wel, de andere keer niet. Ali kwam twee keer er goed langs. De ene keer was volgens mij niet. Nu had hij hem gewoon kunnen geven. Ja, dat doet hij niet. Dan moet je soms ook geluk mee hebben. Maar goed, over de hele wedstrijd gezien, denk ik dat gelijkspel ook verdiend was. We hebben er gewoon in ieder geval alles aan gedaan om in ieder geval te winnen en anders een punt te pakken. En ik denk dat dat wel een compliment is voor het team. En we moeten gewoon zo doorgaan en we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En we moeten gewoon zo doorgaan. Inderdaad, conclusie Kai, bedankt voor het interview. Mike, bedankt. Hartstikke goed, succes verder.